Een hele goede avond. Het is vandaag maandag 11 maart 2024. Ik heb vandaag afspraak met een bedrijf. Die heeft mij uitgenodigd. En toen ben ik met de treinreizen gegaan. En vervolgens hebben ze me opgehaald. En wat gaan we doen? We gaan vandaag... Welkom kijkers. We zijn vandaag met Dan. Hij is gezellig bij ons hier in Amsterdam. Leuk dat je er bent. We hebben er super veel zin in en we zijn van Electrics Bike. Wij verkopen fatbikes en we gaan vandaag het een en ander uitleggen. En we zijn blij dat je er bent, dat je ook het leuk vindt om met ons te zijn. Ja, en het mooiste wat er is, dat jij en hij en al je team hebben mij geontdekt via TikTok. Ja. En jij hebt gezegd van, ondanks dat ik jou gezien heb, willen we jou hebben, dat ik goed doe. Ja, en dat ik goed hart heb, net zoals jij en hij en... Bijvoorbeeld, jij hebt een mooie bike die in de schuur en ja. Ik ga je helpen met een promote video maken, maar dat is heel leuk voor hun en vervolgens zien het wel wat de eindresultaat is. En het spannende is dat ik ga foto maken in plaats van Insta en dan stories en dan komt nog allemaal later nog. Het is heel spannend. Precies. En hij kan goed rijden. Ja, hij kan ook. Ja, toch? Weet je wat het is? Hij heeft een rijbewijs. Goeie jongen, lekker rijden. En op naar de locatie. We zijn hier al. Op naar de locatie. En shout out naar Dando. Dat is een bike die heel goed is, die elektrisch. Yes. Dit is onze vouwfiets, dames en heren. Dit is het allernieuwste model dat we hebben. Deze kan je dus toeklappen. Dus kan je makkelijk meenemen in de trein. Goed mee op reis nemen. Laat ja. En heeft iemand dit geprobeerd? Of ik kan dat ook proberen? Ja, ik heb nog nooit gedaan, man. Je hebt rondjes, toch? Oh, dat is spannend. Ja, jij mag wel. Heb jij dan rijbewijs nodig, Gerald? Nee, Je hebt geen rijbewijs voor nodig. Je mag straks elke bike mag je uittesten. Je mag ze opvouwen, je mag ze optillen. Ja, is goed. Dat zou ik doen, ja. Hoe heet dat bike? Ja. Wat zeg je? Hoe heet dat bike? Dit is de Electrics F20 Black. Dan hebben we hier de Volt bike, dus de vouwfiets. Die staat hier ook. Het is dure prijs. Ja, duur. Dat zijn niet heel duur. Valt wel mee. Oké. Valt wel mee, hè? Dat is wel super waard hoor. Voor mensen die dat willen kopen, moeten wel bestellen. En dan krijg je echt sowieso dat het goede kwaliteit is. Jongens, zeker. Dit is echt onwijs amazing. Voor mij allereerste keer dit uitproberen. Maar welke vind jij vet, Dankbos? Welke vind jij mooi eruit zien? Ik vind... Moet ik één ding kiezen? Of allemaal kan ook? Nee, je mag één, ja, ik weet niet. Wat is jouw favoriet? Ja. Hier ziet staan. Ja, waarvan denk je van, deze spreekt me echt uit? Mijn favoriete is gewoon dat je lekker kunnen zitten is speciaal dat dit, hij lijkt op meer op de scooter. Ja. Broem broem. Ja, dat is echt dat is de dikke bike, hoor. Dat is de V8, V8 model. Heb je helm nodig voor als je gaat oprijden? Nee, je kan wel eventueel een helm gaan dragen voor je eigen veiligheid, maar het blijft de fiets. Oké, dan moet je wel maar leren hoe het werkt, ja. Ja. En dan voor mij de eerste keer gaan we stunts doen. Jabberdy do! Joejoe! En dan... oefenen eerst, ja. Maar dan moet jij wel laten zien de eerste, hè? Want jij bent een clown de Bassie, jij moet wel beginnen. Gaan we uitleggen over de bikes, van wat we hebben en hoe ze werken? Ja. Ja, toch? Ja, dan beginnen we bij ons eerste model. Mm-hmm. Hier hebben we de V8 staan, dit is de V8 Black on Black. Ja. Dus helemaal in het zwart. We gaan om 9:15 op TikTok live bij Electric. En heel veel mensen gaan naar me kijken zeker. En vervolgens is het een surprise. Plus... Deze jas is lekker warm, goede kwaliteit. En waterdicht, hè? Waterdicht. Voor de regen. Voor de regen. En dus ben je geen suikerklontje meer. Je wordt beschermd door dit jas. Waterproof. Ja. Waterproof. Woe! Yeah. Ja! En ik mag ook dat gaan stunts maken als ik er zin in heb met elektrische fiets voor de eerste keer. Ja, mag je uittesten. Ja. Uiteindelijk mag je kijken welke je het mooiste en het beste kunt fietsen. Ja, clown Bassie mag kiezen. Ja, want dat zeggen we ook altijd tegen de mensen.
mensen die komen heel vaak met appjes van ja, welke is nou beter, dit en dat. Mm-hmm. Wij zeggen altijd kom langs. Voor het testritje, dan kan je zelf de beste kom ervaren. Ja, je moet eerst kijken. Ja. Ik ga eerst testen en dan vertel ik wel tegen iedereen welke is de beste, welke is lekker, welke zoudo vind ik het mooiste en lekker zitten. Dan mogen de kijkers zelf in de comments zeggen wat ze, precies. Wat ze leuk vinden, ja. Toch? Ja. Dus zullen we even een korte uitleg geven over waar ze weer bestaan? Nou, we hebben hier dus 5 verschillende modellen staan momenteel. Dit is trouwens mijn collega. We gaan het af en toe een beetje omwisselen en we gaan de bijste uitleggen. Dit is dan de V8 model die wij verkopen. We hebben deze bike met mechanische en hydraulische remmen. Dus dat wil zeggen, mechanische remmen die werken gewoon met de kabelrem. En hydraulische remmen die werken met oliedruk. Verder, de bikes, of, althans deze V8 bike, is voorzien van een gratis achterzitje wat je erbij krijgt. Voetsteuntjes. Dus stel voor, de bijrijder komt hier achterop zitten. Die kan dan rustig zijn voetjes hierop zetten. Mm-hmm. Stel, ik ga straks misschien bij jou achterop, mij. Dan kunnen we gewoon achterop zitten en dan kunnen we die voet even rusten. Dan gaan wij vloggen en dan ga jij fietsen, toch? Oh, ik snap je al. Deze saldo is meer voor ruimte. Ja, voor met iemand erbij. Ja. Ja, die andere is er in één persoon. Ja. Het is een keuze. Als je een vriendin of een matie of whatever, heb je dat nodig en je vindt het leuk, dan gaan we je doen. Precies. Ja, kijk, je kan ook met z'n tweeën zonder achterzitje, dat is ook mogelijk. Mm-hmm. Maar het is, qua comfort is het veel beter met een achterzitje. Je krijgt ook een vernieuwde accu. Dus deze accu gaat dan ook 60 tot 80 km mee. Een hele leuke fiets. Ze gaat super hard. En je krijgt ook nog een alarmsysteem. Oh, dat is toch leuk. 13 decibel. Dus dat gaat harder dan een scooteralarm. Bijna harder als een autoalarm. Ja. En kijk, zoals is je op alarm. En dat is dan een alarmgeluidje. En als het dief komt? En dat hebben we op alle fietsen. Kijk, als je dief wil meenemen, dan... Ja. En als je echt door gaat mogen, dan gaat hij af. Oh, nice. Ja. Oh, mijn oren. Ja, is wel handig. Hij is hard, ja. Harder dan jouw mond en stem. Ja, precies. Heel hard. Zeker. Dus dit is dan de V8, dames en heren. Dat is ook voor Dango. Mm-hmm. Wat vind je deze bike? Vind je het mooi? Ik vind het best mooi, ja. Nou, goed om te horen. Kijk, hoop dat de kijkers het ook vinden. Hij kan goed uitleggen, joh. Dan gaan we nu naar de... Collega die het andere model doet naar de volgende bike. Ja. Yeah. Weet je, deze jas vind ik prima, lekker warm en ja, hij is tevreden. Maar mag ik deze jas hebben, ja of nee? Wat zeg je? Mag ik deze jas aan voor eventje? Je mag hem vandaag dragen, toch? Ja, plus. Tada! Ik portemonnee. Ik heb een portemonnee, maar die geef ik terug, hoor. Ja. In je tas. Jaszak, moet ik. Oké, jongens. Even kijken, serieus tijd. Dan gaan we door naar het volgende model dat hier staat. Uh-huh. Dit is onze granny bike. Wij noemen dit de oma fiets eigenlijk. Omdat hij een lage instap heeft. En wat is zo goed aan deze bike? Hoeft niet helemaal eroverheen te stappen. Eigenlijk is als je makkelijk in wil stappen met een lage instap. Hydraulische remmen. Uh-huh. En dit model heeft ook een ingebouwd alarm. Dus wat houdt het in? Als je de bike aanzet, moet je de fiets eerst aanzetten door middel van het alarm. Dus je kan hem niet zomaar pakken en wegfietsen. Nee. Dus wat je doet, je hebt hier een knopje in het midden. Nu hoor je een geluidje en nu geef je hem stroom toevoer op het onderste knopje. En dan pas kun je hem aanzetten op het stuur. Dus dan staat de fiets helemaal aan. En dan zet je hem op alarm, doe je gewoon dit en nu staat hij op alarm. En als de dief ermee wil weglopen, lukt het niet. Dan gaat het alarm af. Ook heb je een Bluetooth alarm, dus je kan de fiets verbinden. Met je telefoon, dus als je 1 meter van de fiets vandaan staat, dan gaat hij aan. En als je 3 meter er vandaan loopt, gaat hij uit op alarm. Dus dat is wat deze bike heeft. Hij heeft ook dikke achterveringen. Je krijgt er ook voetsteuntjes bij. Een slot krijg je erbij. En verstelbare voorveren. Dus je kan ze baan zo lekker mee, zoals je dat ziet. En het alarm gaat ook direct af als je de fiets aanraakt. Ik snap je. Je krijgt er ook een gratis telefoonhouder bij elke bike. Dus ook het model dat we net lieten zien. Bij de V20 bijvoorbeeld en ook bij de Diamond. Dus bij elk model, dames en heren. En ook 7 speed levels van Shimano zit er op de fiets. En voor de rest... 5 verschillende kleuren te verkrijgen, had je het? Ja, in 5 verschillende kleuren hebben we deze fiets. Dus we hebben in het diep koffiebruin, dat is de kleur die je hier ziet. We hebben hem ook helemaal in het zwart en dan ook in het Nardo Grey. Ja. Dus dit is dan een ander model. Bijna dezelfde variant van deze. En... jullie kunnen onze website checken, dat is voor iedereen. Mm-hmm. Jullie kunnen de website checken, dat staat in onze TikTok bio. En dat eigenlijk een beetje over deze bike. En hij gaat 100 tot 120 kilometer mee in actieradius. Dus hij gaat ontzettend ver mee.
En je kan ook je telefoon opladen. Dus hier aan de, gaan we zo meteen laten zien. Hier heb je een USB-poort. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een soort van powerbankje die erin zit. Dus mocht je telefoon leeg raken, kan je gelijk opladen. En dan zit je nooit zonder batterij. Nee, inderdaad. Dus, is dat ook waterproof? Ze zijn zeker waterdicht. Dus de fietsen zijn IP54 weersbestendig. Ja. Ze zijn allemaal waterdicht. Dus je hoeft je geen zorgen te maken dat er defecten ontstaan door regen of iets. Mm. En bij ons hebben we natuurlijk ook 1 jaar garantie op alle fabrieksdefecten. Dus mocht er wat kapot gaan, dat niet je eigen fout is, zeg maar. Dus stel je laat de accu zelf vallen, dan hebben we natuurlijk geen garantie. Dan moet je een nieuwe accu kopen. Maar mocht het om een fabrieksdefect gaan of mocht bijvoorbeeld het display defect raken of iets anders, krijg je gelijk een nieuw onderdeel toegestuurd en repareren we alles gelijk. Oh ja, ik snap het. Ja toch? Ja, omdat de accu is een ander verhaal dan die van andere onderdeel, zeg maar. Zeg? Wat, hoe bedoel je? Dat de accu is het ander verhaal, want die kun je niet omwisselen als het wat gebeurd is. Precies, precies. Kijk, de accu moet je heel voorzichtig mee zijn. Ja. Wat we altijd aanraden met elke fatbike die we hier hebben staan, stel dat je naar de school gaat of je laat de fiets ergens staan, haal hem altijd eruit. Nou, dat gaat gemakkelijk. Kijk, wat je dus doet bij elke bike. Kijk, je kan hem gewoon eruit trekken en je kan hem gewoon meenemen. Dus je kan hem gewoon lekker meenemen naar school. Je kan hem op school opladen, als het mag tenminste, op school. Kijk, hier draai je hem dus open. En aan de zijkant, aan de zijkant gaat dus je oplader erin. Hier zie je nog hoeveel batterij die bijvoorbeeld heeft. Dus ja, wij raden het sowieso aan om je accu altijd mee te nemen. En plus, je moet altijd voorzichtig mee rijden tijdens reizen zijn. Vanaf je huis naar school. Ja, precies. En heb je dan ook diploma nodig of examens voor dit? Of, Nee. Kijk, voor deze fietsen zijn volledig straatlegaal. Dus je hebt heel veel verkopers die verkopen fietsen met een illegale motor. Dus die kan je dus opvoeren. En onze fietsen gaan 25 km per uur. 250 watt motor hebben ze. En de accu is 750 watt. Dus vandaar dat de batterij ook lang meegaat. Maar voor de rest, Kun je ook boete krijgen van de politie als je jou ziet met dat ding? Ja, je kan een boete krijgen, maar door één dingetje. En dat is dit dingetje dat we hier hebben. En dit zijn gashendels. Dit is bijvoorbeeld de gashendel voor de V8 die hier staat. En voor de V20. En dit zijn de gashendeltjes. Dit is een duimgashendel. Mm-hmm. Voor dit model. Voor de EB8 en voor de EB2. En nou, wat kan je hier nou mee? Dit is eigenlijk net als een scooter. Als je dit op je fiets hebt, wordt het als een scooter gezien. Mm-hmm. Deze gashendels zijn toegestaan tot 6 km per uur. En nou, dat ga je toch niet fietsen, 6 km per uur. Dus zet hem er ook niet op. En als je hem erop hebt, krijg je een boete van €300. Mocht je gepakt worden. Dus dit is illegaal. Oké, dus het liefst als je koopt, gelijk gebruiken en niet dat ding erbij toevoegen. Precies. Zeg maar. En alleen voor eigen terrein is het toegestaan, maar doe het beter niet, want het is gevaarlijk. Je gaat jezelf ook te veel ontspannen tijdens het rijden. Mm-hmm. En daar komen gewoon ongelukken van. Dus wij raden het af. Is goed, dankjewel voor laten weten. Ja, toch? Ja, dat was een goede presentatie van jou. Hoe heet jij? Ik, mijn naam is Blagoje. Moeilijk, hè? Laatste gedaan, hè? Jij bent grappig. Ja, vind je wel grappig? Ja, Blagoje. Yay. Yay. En die van hem? Kaan. Aangenaam Kaan. Leuke naam, man. Ik ben Dang. Leuk je te moeten hier mag hebben. Maar hoe heet jij? Dang Do? Of? Ik ben Dang. Mijn achternaam is Do. Do. Okay. Ja. Dikke achternaam. Do. Money. Yeah. Money? Nee, ja, joh. Dang, ik ben Dang. Dang Do is Dang Doku. Ja. Oké, okay, okay. Duidelijk. En nu gaan we verder kijken wat er gaat gebeuren. Precies. Dit is mooi, dit is nog mooier en dit is fantastisch. En Audi fietsen zijn heel belangrijk voor producten die je gemaakt hebben. Is een zeer geld waard en daarom hebben ze dure prijs gedaan. Want het is een hele belangrijke onderdeel die speciaal zijn voor mensen die echt langer kunnen omgaan en gebruiken. Je bent sneller en niet veel moeten fietsen ook. Mm-hmm. Dus kijk, ik ga even snel rondje door hier, dus de V8 modellen staan. Dit zijn de vouwfietsen, 3 verschillende modellen, dus je kan ze opvouwen, stuur en het zadel kan je verstellen ook. Dit is de Diamond, dit is onze eigen naam, de Diamond. Het komt door het diamanten zadel, dus dit is ons Diamond model. Dit is de V20 Pro. En dan hebben we hier de Granny Bike, de EB2. Ja. En al deze bikes kan je dus checken op onze website electricsbike.nl. Of je kan ons komen kijken op TikTok. We gaan elke dag live op TikTok. En nu gaan we ook gezellig live met Dango. Ik laat eens zien wat hun TikToks zijn via op TikTok, hoe het eruit ziet van hun. Juist. Dit zijn het TikTok van
die mensen die dit hebben gedaan. Ja. Goed uitgelegd. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We gaan gezellig met jou live nu. En, jullie kunnen ons checken op Electrics Bike op TikTok. En ja. Shout-out naar Dango. En we gaan gezellig live met de streetjes. En voor onze eerste inderdaad. Jongens, Electrics Bike. En jongens, we hebben ook nog een winactie online staan. Dus mocht je nou een fatbike willen winnen, kijk wat je moet doen. Hier is onze TikTok pagina. Ja. We hebben hier een aantal video's zoals je kan zien. Dus kijk, volg ons sowieso om te winnen. En kijk, hier heb je een video. En, dat is deze. En dan kan je meedoen. Er doen ontzettend veel mensen mee, maar we geven heel vaak een bike weg. Omdat jullie natuurlijk supporten. Dus doe mee, volg de stappen. En maak een kans, zegt hij. Alvast voor. Precies. Inderdaad. Precies. Ik wil vragen stellen aan jullie. Verdienen jullie wel goed met verkopen? Ja, en, mensen. Ja, zeker. Ja. Het gaat nu allemaal heel goed. Oh, ik ben trots op jullie hoor. Dank dat ja, jullie goed mensen geholpen hebben. Daar ben ik blij mee. Ja, dat jullie het goed doet. Dankjewel. Dat is heel belangrijk. Wij zijn ook trots op jou. Jij doet het ook super goed. Wij kennen jou ook. Mm-hmm. Dus, wij volgen jou ook. Je doet het super leuk. Dus we zijn blij dat je er bent. Ik wil je mijn hart geven aan jullie. Dat jullie veilig voelen bij mij. Zodat we kunnen samen wat nog leuker. Ja, en hoe leuker, hoe meer het wordt. Meer content in de toekomst, toch? In de toekomst. Is het nog leuk content, maar hier is nu, we gaan wat moois vandaag maken. Zeker, zeker, gezellig. Wij denken aan jullie uitnodigen. Ja toch? Love naar jullie. Love naar jou, dat je bent gekomen. Oké, dus we zijn ondertussen live en we zijn aan het vloggen. We zijn gezellig met Dango en inderdaad. We leggen even uit hoe de V8 werkt. We hebben momenteel aangezet. Zet de bike eerst via de accu aan en dan op het knopsysteem hier op het stuur. Dango gaat ook zo even een testetje doen en we eerst even zien hoe ik erop fiets. Ja. En het laatste wat ik nog aan jou wil vertellen is dat je met de rechterrem rem je met de achterwiel. En met de linkerrem rem je met je voorwiel. Doen we. Dus dan ga ik even gelijk laten zien. Yes! Clown Bassie mag eerst. Met zijn speelgoed fiets. Jongens, nogmaals, we hebben vandaag een special guest in de live. Nice! Kijk, zo fiets die. Wow! Hij is dik hè? Hij is cool. En hoe stop jij dan? Via remdrukken? Ja, dat is er nog steeds, man. Wat cool, zeg. Ja. Clown Bassie. Durf je een aanhouden, hoor. Ja. Ja, zeker. Wij gaan de vlog ik mag eerst. Oké, dames en heren. Dames en heren. Hi, Isa. Dando, je gaat op de bike. En nieuwe elektrische fiets voor alle eerste keer uitproberen. Het eerste stapje is, je gaat zitten. Precies. En dan ga je... En kijk, nog één ding voordat je gaat fietsen. Kijk, hij staat nu op zijn hoogste snelheid. Ja. Kijk, nu staat hij op 5. En met deze knopjes kan je hem omlaag zetten. Dus begin eerst op standje 2, kijk hoe die voelt. Ja. En van daaruit kan je hier omhoog krikken. Ja. En als je wilt remmen, rem je met deze. Ja, en nou ga ik stoppen. Loopt hij vast? Met deze. Oké. Ja? En deze ook? Nee, deze hoeft niet. Oké. En, nee, mensen, mensen zeggen... Die... Oh, ben je klaar voor? Okay. Ja, we zijn er klaar voor. Hey, pas op hè. Kijk, Dango is in de fat bike. Wow, elektrisch. Lekker bezig, Dango. Kijk op gaan, jongens. We hebben Dango's vlogcamera even overgenomen. Kijk, Dango is even... Eventjes een ritje doen. Het is de eerste keer op een fat bike, jongens. Even toeteren. Deel deze live even met je vrienden en familie en het model waar die nu op zit. Dit model is een V8, die is €1100 bij ons. App ons op WhatsApp als je wilt bestellen, jongens. En blijf eventjes doorlijken. Kijk hoe snel die gaat, jongens. Ga je zwaaien. Oké, dan dames en heren. Dus kijk jongens, dit zijn de modellen. V20 Diamond. Yeah! En hoe fietst hij? Hij was lekker. Hij zei dat ik gewoon... Ja, als een motor gaat, hè? Ga je mee bij strijd? Ja, ik ga niet... kijk, ik ga hem hierin zetten. Oké. Okay. Dus jongens, even kijken. Dit gaat er weer in. Ja, 3-1. Oké, ik ga het zeggen, ja? Ja. 3, 2, 1... Ja, ik sta nog niet staan. Wacht, opnieuw. Ik sta nog geen staan. 3, 2, 1, start! Yeah! Hij is snel! Hij is snel! Hey, Dango is op Dango is de snelste! Dango is de snelste! Dango heeft weer gewonnen! Oh,
een soldaat, man. Ja, eerlijk, soldaat. Dit is natuurlijk beter dan koffie, man. Je bent veel te goed, man. Anders gaan we strijden, man. Ik moet alleen maar in mijn harde klappen, natuurlijk. Broer, is dit serieus je eerste keer op een fatbike? Ja, eerste keer. Ja? Ja. Je bent professioneel, man. Ja. Je bent professioneel, bro. Oké. Ik heb alles voor. Ja, top. Dat fatbike moet je echt hard intrappen. En dan gaat hij beginnen met stroom geven en vlieg je aan de overkant. En dan zou ik wat zeggen van... Het is net zoals alsof je koffie gedronken hebt, man. Ja? Maar ik voel in mijn hoofd wel van... Adrenaline, hè? Nee, maar... Alsof je in een rollercoaster zit en dan... naar beneden. Ja, zeker, zeker. Ja, dat vind ik zo geniaal, maar... Ik heb gewoon gewonnen, man. Ik weet het. Van... eerlijk, soldaat, van een bro. Van de members van Electrics. Ja. Dank door zijn... strijden, jongens. Oké, okay, nou, voor de eerste keer heb ik gewonnen, als het goed is. Ik ben heel slim, ook al kom ik vanuit het speciaal onderwijs, of heb ik beperking, of autisme, maar niet uit. Ik heb een talent. Het lukte me. Jongens, ik heb een vraag aan jullie. Wie heeft gewonnen? Dando heeft gewonnen. Soldaat. Hij heeft met, even kijken hoeveel stond er? 3-2. Mm-hmm. We hebben 5 wedstrijdjes gedaan, en hij heeft dus 3 keer gewonnen, ik 2 keer. Dus gefeliciteerd, dank. Nou, dankjewel. En ik heb respect voor jullie, want jullie hebben goed geholpen dat jullie uitgelegd had. En weet je wat het cool is? Deze jas is een capuchon met waterproof. En als je gaat op de scooter of op dit, whatever, dat is heel cool, hoor. Kan je me voor me filmen, dan laat ik jullie zien hoe het zien, hoe de reis zit. Kijk. This is a mystery. Hey. My name is Nobody. Anonymous. Anonymous. Kijk, dit is Hoof Tour. Iedereen zegt gefeliciteerd tegen Dando. Here we go. Dus Dando heeft net gewonnen, dames en heren, met de wedstrijd. Ja. Dando hij is super goed in fietsen. Volledige kanaligheid, man. Volledige kanaligheid en netwerkigheid. Ja, Dando is op kanaligheid, man. Dus SNR naar Dando, man. Volg die man ook gelijk. Volg Electrics Bike. Ja, dus jongens, we gaan even... Kijk, dit is de naam. Zo ziet, Electrics. En hier is Dando. Oké dan. Anonymous. Mr. Nobody. Of I can show you what something. Wat ga je laten zien? Hey, young lady. I'm coming to pick you up. Oh, moet ik achterop? Ja, baby. Boom, boom. Jongens, ik ga achterop bij Dando. Yeah. Dus draai even om. We gaan naar jouw huis. En dan heb jij ook wat in je portemonnee? Ik? Ja. Broer, niet, gaan we even lekker fixen. Even kijken. Dus jongens, we gaan, ik ga even bij Dando achterop, dames en heren. Kijk, dus... je moet een beetje naar voren, man. Een klein beetje nog. Ja. Jij moet naar voren, op die zadel. Op die zadel moet je kluisje naar voren. Ja. Oké, jongens. Kijk. Hey, we gaan. Oké. Okay. Wacht, Timo. De collega gaat, jongens. Voorzichtig, hè. We zitten twee op de diamond, dus ik zit achterop bij Dando, jongens. Ja. Dus, ik vertrouw je, hè. Ja. Are you ready? Ik ga jou meenemen naar huis. En dan gaan we kijken naar vrouwen. Jongen, ja. Van, Naar binnen. Oh, bijna aanranding. Oh, grappig. Ik probeer hem laten schrikken. Maar dan is er nog geen hele bril, want dat is normaal, Bas. Dat mag je doen. Leuk genoeg. Dus dit was Dango, dames en heren. Mike, humor. Levenservaring. Het is nog geen 1 april, jongens, maar... Lachen. Ja. Ik vind deze veel beter. En die andere is ook goede kwaliteit. Ik hou van dat wel allemaal, hoor. Ik heb een vraag aan hun over Electrics Bike. Mm-hmm.
Is het slim als je koopt vanuit de marktplaats? Nee, dat is niet slim. Waarom? Meestal, of nou eigenlijk altijd al, 9 van de 10 keer, zijn het tussenhandelaren. Dat zijn dus mensen die snel groot inkopen doen en uiteindelijk via marktplaats dus heel snel van hun bikes af willen gaan, doen snel cash en zwart. En dan uiteindelijk beloven ze mensen, die kopen dus garantie, maar die krijgen ze dan niet. Dus dan kopen ze een bike en dan is na 2-3 weken is de accu kapot. En dan gaan ze naar de verkoper toe en die verkoper zegt, ja, maar ik heb niks met jou te maken. En dan krijgen ze geen accu meer of dan het display doet niet meer. En dan zijn ze honderden euro's zijn ze dan verder. Accu's tussen de 350 en 450 euro, dames en heren. Ja. Dus let op waar je koopt, dames en heren. Dus koop vooral niet op marktplaats, bij ons heb je garantie. Dus wat wij doen, dames en heren, bij elk defect kan ons gewoon een appje sturen met het defect wat er aan de hand is. Je krijgt gelijk een nieuw onderdeel of wij repareren het gelijk. Dus dat zijn de fabrieksdefecten die wij vergoeden. Dus jongens, koop niet op marktplaats voor 800, 700 euro. Wees niet gierig. Koop iets meer of leg iets meer voor een bike. Betaal iets meer zodat je echt zekerheid hebt. Want we hebben heel veel mensen gekregen die uiteindelijk naar ons toe komen en die zeggen van ja, we zijn opgelicht. Iemand heeft ons garantie beloofd, maar die is het niet nagekomen. En dan is hun accu bijvoorbeeld kapot. Krijg het dagelijks te horen. Dus dat raden we aan eigenlijk aan de mensen. Bij jullie zijn beloofde, krijg je hem meteen. Ja, en bij marktplaats is dat niet doen, nee. Nee. Dus zeg maar, op het marktplaats, als je ziet, de kans is heel groot dat de mad game, het kwaad spel. Zeker. Je koopt hem, je gebruikt hem en dan binnen een paar weken is hij stuk. En dan is het over, klaar, uit. Ja. En bij jullie, als ik dat electric bike koop, dan is het de glad game. Ja, ja precies. Dingen dus op zoek naar iets om blij over zijn. Heb je gewoon zekerheid, bij ons krijg je gewoon een factuur, dames en heren. Dus, en daar word je vrolijk van. Als we mogen dan niet een hele grote winkel of iets hebben, maar we staan wel voor kwaliteit en we zijn natuurlijk eerlijk naar de klant toe. Dus, en we zijn momenteel ook een van de grootste, hè? Dus, de cijfers liggen er niet om, uiteindelijk. Niet het allergrootste, maar we zijn een van de grootste. We zijn een van de grootste. Oh ja, dus, handig. Ja. En ik heb wat een cadeautje voor je. Ik heb wat sokken meegelopen. Oh. Ruiken ze lekker of niet? Nee, jij ruikt naar kaas. Kaas. Hey, kaasstenen, man. Ja, nacho kaas. Kaasstenen, man. Kaas. Lekker. Maar andere kaas. Oh, lekker, hè? Ja, ik had de volgende keer niet meer in deze jas moeten spelen. Als ik zin in heb. En wat er is nog meer? Sleutel. Oh, kijk, hier staat, kijk. Weet je wat hier staat? Ja. Super Abi. Super Abi. Weet je wat Super Abi betekent? Nee. Super broer. In het Turks, Abi. Abi dan? Is broer. Oh ja, ik snap het al, ja. Ja, ik zet deze terug. Kun je meenemen, hè? Succes. Ja. Als ik meeneem, dan zeg ik, waar kom ik die vandaan nou? Ja. Nou, ik heb niks gekocht. Nee, dus die moet je aan jou teruggeven. Want niks mijn ding. Hoeft niet bewaren. Het is geen souvenirs. Een souvenirtje, ja. Nee. Als herinnering aan. Nou. Nee, leuk. Leuk genoeg. Nou, dankjewel, man. Geef me alleen jou ook bedankt. Ja. Maar je vindt het leuk, de fietsen? Ja, zeker. Voor de eerste keer try. Gewonnen. Voor you die, ja. Ik heb gewonnen voor mij. Dus, ja, maar niet uit, want het is maar voor de lol. Ja, als je het voor de lol wil zien. Kijk, als ik had gewonnen, zou ik het echt zien als... ik ben de beste. Maar. Ja, bent, super Abi ben jij. Super. Iemand zegt dat dan nog een rondje, man. Oh, leuk. Dat gaan we doen. Ja. We gaan vlog afsluiten, omdat deze jongens zijn moe. En... Jullie wat van te vertellen? Ja, we ben niet moe van het fietsen. Geen de hele tijd aan de racen. Het was leuk hoor. Ja, de reden waarom wij gaan afsluiten is, mag je zeggen. Nou, jongens, we hebben vandaag een lange dag gehad met Dangdo. Ja, een lange live, laat ik het zo zeggen. We hebben het gezellig gehad. Mm-hmm. En we hebben een leuke, ik denk dat dit een leuke vlog gaat worden. Ja. Voor jullie allemaal. En we hebben ook een winactie online staan met Dangdo. Dus wat jullie moeten doen. Check even Dangdo zijn TikTok-pagina. Check even onze TikTok-pagina. En kunnen jullie winnen, dames en heren. Sowieso Dangdo, bedankt dat hij is langsgekomen. Ja, graag gedaan. Hij is echt een goede gozer. Alleen maar positiviteit verspreidt hij. En dat willen wij ook graag doen. Dus het is een perfecte combinatie. We hopen dat je het leuk hebt gehad. En dat we jou snel weer kunnen zien. Ja. En wellicht ooit een keer kunnen chillen. Ja, maar hoe vind je andere BN'ers dan?
Wat zei je? En die andere BN'ers die hier geweest zijn. Bro, jij bent de beste BN'er. Ja, ik zeg je eerlijk. Nee, maar hij is de eerste BN'er. Jij bent de eerste. Oh, leuk. Ik wist het niet. Ja, jij bent de eerste BN'er die is al gekomen. Dus, ja, zo leuk zijn je voor de eerste keer. We hebben goed gekeken bij wie. Ja. En we dachten, ja, omdat jij zo positief bent, dachten we, ja, we willen Dango wel als eerste keer. Precies, want het is beter als je op zoek naar iets dingen om blij over zijn, ja, dan gebeurt dat. En als je niet op zoek naar dingen om blij over zijn, dan gebeurt het niet. Nee, precies. En weet je wat exposed betekent? Mm-hmm. Ja. Wat betekent exposed? Ja, gewoon dat je iemand op blootstelt. Nee. Ja, zoals met bewijsstukken. Nee. Verklikken. Verklikken, ja. Dat was het makkelijkste woord ooit. Maar stel je voor, ik zal je vertellen, want het is goede leerzaam. Mm-hmm. Stel je eens voor als ik met jou samen gedoucht heb, helemaal bloot of in de kleedkamer van vrouwen geweest zijn en ik weet hoe groot die slangetje van jou is en dan ga ik vertellen in de kijkers en dan vinden hij niet zo prettig, dan is het wel strafbaar. Ja, en dat is niet leuk. Dat moet je niet doen. Niet leuk, want dit is een pest, als een voorbeeld. Hè? Ja, dan wordt die anaconda van hem opgezocht, hè? Ja. Wordt hij gevangen genomen, die anaconda. En dat is een goede uitlegging. Dus niet verklikken, jongens. Wees lief voor elkaar, ja. Wees positief. En als wat er gebeurd is, zoals bij ACID, dan is je eigen schuld. Ja, precies. Boete, gevangenis. En het is beter om te gaan niet mee bemoeien. Gewoon let op jezelf. Asit, die van YouTuber, die Belgische die in gevangenis zit. Ah. Want hij had niet beter met de zaak mee bemoeien van politiedingen. Ja, klopt. Want wat hij gedaan heeft is een dingen die niet mag. Ja, expose is nog niet. Dus het is beter om op zoek naar dingen blij over zijn. Let op jezelf en zoek, blijven doorgaan naar blije dingen, zoals van ik doe er niks mee, ik ben een vriend van jou, maar geen vijand, dus ik weet, als ik jou weet over je lichaam, dan zeg ik niks. Precies. Gewoon lekker laten gaan, als iemand negatief tegen mij doet, dan zeg ik niks meer tegen de camera, maar wel verwijderen. Ja, toch? Van blokkeren en zo. Dat is het belangrijkste. Ja, maar niet exposed. Want anders krijgt ze een braak. Ja. Nee, goed gezegd, man. Vanaf vandaag zijn we Matties, toch? Je bent een wijze gozer, man. Of inderdaad. Ja, zijn we vinden vandaag? Ja, vandaag wel. Ja, we gaan nu wat leuks. Ja. Dank jullie wel, dames en heren, voor de... Graag gedaan. Of jij bedankt. Op het einde geef ik jullie mooie lessen, ja. Ja, toch? En we zien jou weer binnenkort, toch? Ja. Denk ik. Wie weet. Dus jongens. We horen nog wel. Joe. Electric bike, jongens. En zo naar Dango. Electric bike. Ja. Dankjewel, Dango. En tot snel. Tot snel, ja. Arrivederci.